Dit is een project dat loopt over 4 gemeenten en ook 2 provincies, zowel Oost-Vlaanderen als Vlaams-Brabant. En dit is de 3e Kravaaldag. Dat wil zeggen dat eigenlijk het gebied van 10.000 hectare, dat dit in de kijker wordt geplaatst. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat hier heel veel natuurwaarde aanwezig is, prachtige bossen, maar ook heel veel geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan de abdij van Afligem. Dus er zijn heel veel troeven voor zowel toerisme, natuur, maar ook voor lokale landbouwers en ondernemers. En dat willen we hier vandaag duidelijk maken. En wij erkennen dat ook vanuit de Vlaamse overheid en daarom hebben wij dat ook erkend als project. En gedurende 3 jaar trekken we €300.000 uit om dit te ondersteunen. De natuurwaarden worden versterkt, de meersen die worden aangelegd, maar bijvoorbeeld ook nieuwe boomgaarden voor de steenuil, die ook zo belangrijk is hier in de streek. Het zijn maar een paar voorbeelden, ook de bosuitbreiding waar heel sterk op ingezet wordt. Het zijn allemaal projecten die lopen binnen dat strategisch project Kravaalbos, omdat we er heel sterk in geloven en omdat ook alle neuzen in dezelfde richting staan. Ik vind het heel belangrijk dat we niet van bovenaf die projecten opleggen. Je moet van onderuit groeien, dat vind ik heel belangrijk, maar natuurlijk moet je wel afstemmen. Bijvoorbeeld, 12 kilometer wandelroute wordt hier vandaag voorgesteld, die bewegwijzers is. Als dat allemaal over de provinciegrenzen is en elke gemeente apart, ja, dan krijg je op elke gemeente andere bordjes en pijltjes. Dat kan de bedoeling niet zijn. Dat is zo'n typisch voorbeeld van hoe Vlaanderen kan zorgen dat er één streekidentiteit is en één duidelijke bewegwijzering. Oké.